Wil, goedemorgen. Hallo. Met Wil van Delft van het programma Deels Blauw. Hey, dag Wil. Goedemorgen. Sascha en Davy, welkom hier in het programma. Hallo. Hallo. We spreken met het succesvolste duo van België. Dat mag ik toch wel stellen, of niet? Het is lief dat je het zegt. Dat maakt ons heel gelukkig. Ja. De reden dat jullie hebben uitgenodigd is vanwege het mooie album Thuis met 10 jaar Sascha en Davy. Ik draaide zojuist de titeltrekker van Thuis. Ja, super. Ja, was eventjes, was er eventjes. En daar staan een aantal nummers op. Er staan, als het goed is, staan er 15 nummers op. Maar er zijn songs bij die zijn alleen door Davy en de songs alleen door Sascha gezongen. Is daar bewust voor gekozen? We vonden het een leuk idee om iets speciaals te doen. Yeah. En om inderdaad een aantal solos van zowel Sascha als van mij op dit album te zetten. Ja. Ook naar de fans toe. Er zijn altijd mensen die Sascha liever dan horen dan mij. En omgekeerd. Dus ik vond dat wel een leuke extra. En ja. Het is de eerste keer dat we dat doen. Maar dat is toch wel het speciale geworden aan dit album. Ja. Ja, maar dan hoor je, want er zijn een aantal nummers. Ik bijvoorbeeld, Ik heb je nodig. Dat is toch weer een heel ander nummer. Dat is een soort belachtig nummer. Ja, absoluut. Ik heb je nodig, moet ik zeggen. Dat was in eerste instantie een nummer dat ik voor mezelf had geschreven. Maar Sascha vond dat zo mooi, die melodie, dat ze zei, oh, schat, dat wil ik absoluut meezingen. Mag ik dan meezingen? Daar heb ik uiteindelijk een duet van gemaakt. Het staat dus eigenlijk een beetje een afscheidsliedje. Maar vinden we zelf persoonlijk heel mooi geworden. Ja. Dan krijg je mijn nummer 1 minuut zonder jou, gezongen door Sascha, is ook een beetje een gevoelsmatig nummer. Ja, absoluut. Ik vind het ook een heerlijk nummer om te zingen. Dus ik vind eigenlijk het fijnste een nummer te zingen waar heel veel emoties in liggen. En ik vind het fijn om mensen te kunnen raken met bepaalde teksten en melodielijnen. En daar is dit nummer volledig in geslaagd, moet ik zeggen. Is dat wat je zelf zegt, Sascha, dat je er graag zingt? Gevoelsmatige nummers waar mensen zich in kunnen herkennen? Ja, absoluut. En ik denk dat er zo heel veel nummers op dit album staan. Zowel van Davy als van mij als van ons samen. Waarin mensen zich kunnen identificeren en waar ze echt iets mee hebben. Ik hecht ook heel veel belang aan de teksten. Dat die kloppen, dat die mooi zijn, dat die goed lopen. Ze zeggen het altijd, hè. Maar alle artiesten, denk ik, bij hun nieuwste album. Maar ik denk oprecht dat dit weer ons beste album is tot nu toe. Ja, want Door Jou is ook weer een prachtig nummer wat op dat album staat. Ja, dat is eigenlijk mijn huidige single. We hebben, ik denk eind september, allebei een solo-single van dit album uitgebracht. En Door Jou is eigenlijk mijn allereerste solo-single die ik ooit uitbreng. En dat is dan weer een heel mooi, wat up-tempo nummer, een liefdesnummer. Maar heel wat vlotter en maar zeker geslaagd ook. Een toppertje. Ja. Jullie samen kijken het als duo Sascha en Davy. Want hoe lang zijn jullie nu precies als duo Sascha en Davy? 10 jaar. We bestaan 10 jaar. En ja, daarmee 10 jaar. Toch een domme. Het jubileumalbum hebben uitgebracht. Want ja. Het is dus niet alleen een album met 15 nieuwe tracks. Maar er zitten nog 2 extra albums bij. Met een overzicht van de afgelopen 10 jaar. Dus het zijn 3 keer 15 nummers. 45 nummers. En ik zeg hier altijd bij. Het zijn 3 cd's voor de prijs van 1. Dus dat is wel een leuk cadeautje van de platenfirma. Voor onze fans. En ook voor de mensen die ons nog niet zo goed kennen. Die kunnen door middel van dit album ons zeker leren kennen. Jullie samen terugkijken op 10 jaar Sascha en Davy. Hoe kijken jullie daar samen op terug? Ja, heel fijn. We hebben al heel veel mooie dingen mogen beleven. We hebben zowel op heel gezellige kleine podia gestaan als grote podia, zoals het grote Slagersfestival in Hasselt bijvoorbeeld. We hebben een aantal nummer 1's mogen scoren met een aantal liedjes. We hebben een hele leuke Facebook-pagina en Instagram-pagina kunnen opbouwen de laatste jaren. Met heel veel volgers, waar we heel dankbaar voor zijn.
Ik ook het 8e album ondertussen. En zoals Sascha zegt, toch wel een speciaal album nu. Ik ben eigenlijk heel trots op hetgeen wat we allemaal hebben mogen doen. En het is eigenlijk begonnen met vooral covermateriaal. Ik denk maar even terug aan Mama Maria en Een Zomeravond met Jou waren toen Italiaanse covers. En we zijn eigenlijk een beetje geëvolueerd naar originele nummers die ik eigenlijk allemaal zelf schrijf samen met mijn kozijn Cliff en mijn vaste co-writer Steven Hellemans. Het heeft toch nog iets meer persoonlijkheid gekregen, omdat het heel dicht bij ons ligt en omdat ik de liedjes zelf heb geschreven. Ja, want jullie zijn als succesvol als duo, Sascha en Davy. Sascha zei ze juist nog, ze brengt ook onder andere die single uit, dus de solo single. Ze heeft ook met projecten bezig gedaan, onder andere met, wat was dat nog, met de drie dames, nog niet zo lang geleden. Klopt. Ja, ja, ja. En jij bent nog heel erg met de Romeo's. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, de Romeo's is, dat is alleen al eigenlijk een top. Maar mocht ik nu alleen maar de Romeo's kunnen doen, zou ik misschien wel een beetje hongerig blijven. Omdat ik met de Romeo's is echt alleen maar gebaseerd vooral op ambiance. En ik vind het ook leuk om liedjes te brengen en te schrijven die ik uit het leven haal, die inspiratie die ik zelf meemaak, die heel dicht bij mij liggen, die we in onze naaste omgeving vinden. Liedjes uit, zoals je daar straks al zei, liedjes met een lach en een traan. Uit het leven gegrepen, waar iedereen zich in kan herkennen. Dat zijn ook dingen die ik heel graag doe. Dus ik vind die combinatie heel erg leuk. En eigenlijk al noodzakelijk om mij heel gelukkig te voelen. Herken je dat, Dave, kan je dat ook altijd mooi scheiden? Als je bijvoorbeeld met Romeo's, dan zing je toch anders dan dat je met Sascha zingt. Ja, absoluut. Maar onze agendas zijn op elkaar afgestemd. Het is zo dat ik met Chris en Gunther en Sascha een gedeelde agenda heb, waardoor als er een optreden voor Sascha en Davy in de agenda komt, dan houden de jongens daar rekening mee. En omgekeerd ook. Dus dat loopt eigenlijk prima. En het is ook toch heel vaak dat de Romeo's als afsluiter op een avond worden geboekt en dat Sascha en Davy's meestal meer in de vooravond worden geboekt. Waardoor dat het eigenlijk allemaal wel fijn loopt en combineerbaar is. Ja. Dan gaan we naar het nummer wat ook op dat album staat. Wat Sascha zingt. Wat als je me ooit verlaat. Dat nummer. Hoe is dat nummer tot stand gekomen? Goh, ik moet zeggen. Dat vind ik persoonlijk een van de mooiste melodieën en liedjes die ik in mijn ganse leven tot nu toe heb geschreven. Schat, daar mag jij misschien iets over zeggen. Ja, hoe is dat tot stand gekomen, dat nummer? Ik weet niet, ik zocht een nummer waar ik inderdaad heel mijn hart en ziel kon instorten. En een heel emotioneel nummer, zo inderdaad qua tekst als melodielijn. Het moet opbouwend zijn. Het moet rustig veel beginnen en dan openbreken naar het einde toe. Ik vind dat prachtig. En Davy is daar inderdaad fantastisch in geslaagd om zo'n nummer te maken voor mij. Daar ben ik heel, heel blij mee. Ik wou een liedje maken waarin dat ik wist. Sascha heeft natuurlijk een musical verleden. Maar waar ze dat vooral ook een beetje in kwijt kon, zoals ze zelf zegt. Een liedje dat helemaal open gaat naar het einde toe, naar een climax. Dat me een beetje laat inspireren door Lara Fabian voor dat liedje. Ja. Een piano ballad eigenlijk. En waar dat ze haar vocale kwaliteiten volledig in kan laten zien. Het is een liedje dat door merg en been snijdt. Ik krijg het nog altijd, ik krijg altijd rillingen over mijn lijf als het zingt. Het raakt mij nog altijd. Ik vind het zelf echt heel mooi geworden. Het album, wat is het? Misschien een rare vraag, misschien, maar wat is jullie favoriete nummer wat erop staat? Goh, ja, voor mij is dat heel moeilijk om te zeggen, omdat ik ze allemaal zelf heb gemaakt. En ik heb natuurlijk wel een favoriet. En ik denk dat mijn allergrootste favoriet mijn hit is van begin dit jaar. Door al mijn tranen heen.
doet het nog altijd heel goed. Ik merk zelfs op streaming en op YouTube dat liedje enorm veel wordt beluisterd en bekeken. En dat is volgens mij een blijver voor de rest van mijn leven. Dus als ik dan toch eens moet kiezen, kies ik voorlopig echt voor Door al mijn tranen heen. En ik vraag nu even aan Sascha. Ja, als ik een solo nummer moet kiezen, dan is het inderdaad waar we het net al over gehad hebben. Want als jij me ooit verlaat, als ik voor een duet moet gaan, dan denk ik dat mijn favoriet is Geloof jij in mij. Vind ik een heel tof nummer, wat heel strak en mooi begint met die drums en mooie tekst weer, muzikaal ook een topplaat. Ja, maar geloof mij, is toch een beetje... Ik vind het persoonlijk, ik heb vanmorgen het album nog zitten luisteren... is toch een beetje eigentijds nummer, geloof in mij. Ja, geloof jij in mij. Ik denk dat inderdaad helemaal past nu in de muziek die nu in trek is bij de mensen. Ik denk dat dat zeker een toekomstige single zou kunnen zijn. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Ja. Hoe is de ontvangst van het album in België momenteel? Nou, nu, leuk, heel leuk. En vooral met heel veel complimenten, waar ik natuurlijk enorm blij om ben en dankbaar. Ons album kwam eigenlijk na 1 week al op 10 binnen in de album top 50 internationaal. Ja. Dat was zo op zich een hele mooie verrassing en heel fijn dat wij konden vernemen daardoor dat mensen ons album die eerste week al heel veel hebben aangekocht en gestreamd. Ja, daar doen we het voor. Dus, het staat nu nog altijd in de charts. Het album wordt ook heel veel besteld via onze webshop, op onze website. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is op onze website www.sashaanddavy.be. En het leuke is, wij hebben natuurlijk nu iets meer tijd, doordat er heel veel optredens zijn geannuleerd met corona, dat wij eigenlijk die albums zelf inpakken voor de mensen en zelf ook opsturen. Dus we hebben eigenlijk daar een hele leuke bezigheid nu om te doen. Ja, dat is toch leuk. Dat is, ik vind dat vind ik nou echt origineel. Daar heb ik al respect voor. Voor dit heb ik al respect voor. Ja, dankjewel. Het is een manier ook om, zoals ik al zei, bezig te blijven, maar ook om aan onze fans en onze mensen die het album bestellen duidelijk te maken dat we er echt wel heel veel voor doen en dat we er ook in geloven, dat we er trots op zijn. En elke keer als ik, want ik moet bijna dagelijks naar de post natuurlijk nu met pakjes. Ik vind dat... Ik ben eigenlijk al een soort pakjesdienst geworden, al een soort koerier in plaats van zangermuzikant. Want ik vind het wel interessant om te doen. Ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het ongelooflijk fijn om te horen dat mensen in deze dagen, deze donkere dagen, naar kerstmis toe, naar onze muziek luisteren thuis. Dat doet mij echt heel veel plezier. Even voor de luisteraars die meeluisteren, daar alle informatie staat op de website sashaanddavy.be. Daar staat alle informatie op. Klopt. Ja. Ja. Op de eerste plaats ga ik jullie heel erg bedanken. Ik vond het heel erg leuk jullie vanmorgen hier live in het programma te hebben mogen spreken. En ik wens jullie alle goeds toe. Ik ga het nummer draaien, Geloof jij in mij? Je mag hem zelf... Dave mag hem maar aankondigen, Sascha mag hem maar aankondigen, zeg maar. Kondig hem maar aan. Ah wel, met heel veel liefde en plezier kondigen wij onze misschien wel toekomstige single aan. We zijn er aan het over nadenken, maar een grote kans hebben we een heel mooi duet. Hier is Geloof jij in mij. Ik wens jullie nog een heel fijne dag en nogmaals hartelijk bedankt dat jullie vanmorgen hier in het programma waren. Bedankt. Alle liefde en plezier en heel fijne groetjes aan iedereen daar. Dikke kus. Bye bye. Bye bye.